Dames en heren, appelen en peren, bereid u voor op een gloednieuwe aflevering van De Preek, Vlaanderen's meest geliefde nieuwsshow. Hier is uw trouwe predikant, Kaar! En mijn mist. Welkom bij De Preek. Wij zijn verhuisd, maar zeg het niet aan Redouan Arouche. Ik ben Kaar, daar zit C. En we zijn weer hier om te lachen met bestier. We beginnen deze week met internationaal nieuws. Danos, arriba la casa, viendo cómo ayudarnos, que llamaron con redes. In Guatemala is er een vulkaan aan het uitbarsten en die vulkaan heet Vuur. Maar dit is niet om mee te lachen. Er zijn al honderden mensen gestorven en op de koop toe verkrachtte Wim de Vilder de naam van hun land. Wilde uit Guatemala in Centraal-Amerika. Hoe zegt jij dat? Guatemala. Nog eens. Guatemala. En kunnen dat 10 keer achtereen? Guatemala. 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 Dank u, Wim. En iets later deze week kwam er nieuws uit Spanje. In Madrid heeft de nieuwe Spaanse regering de eed afgelegd. Dit is goed nieuws voor onze Catalaanse vrienden, want de Catalaanse Meritxell Batet krijgt de bevoegdheid over de autonome regio's in Spanje. Libertad, maar we zullen nog zien. Eén iets baart mij echter wel zorgen. Er zitten 11 vrouwen in en 7 mannen, de premier meegeteld. Het zou niet de eerste keer zijn, en zeker niet voor de Spanjolen, dat een hoop vrouwen ingeschakeld worden om de dictatoriale en fascistische aard van het bestuur te verhullen. Enfin, ik ben een doemdenker. En dan gaan we nu terug naar eigen land. Wij hebben het niet gerapporteerd, maar verleden week was er een aanslag in Luik. De dader van Luik had ondanks zijn jonge leeftijd al een lange criminele carrière. En ook al liep het een paar keer fout toen hij de gevangenis even mocht verlaten, toch kreeg hij daarna opnieuw penitentiair verlof. Penitentiair verlof is verlof van uw gevangenschap. Het lijkt heel dwaas, maar het is progressief. En 3 keer raden welke progressieve idioot hiermee is afgekomen. Minister van Justitie Geens vindt dat er in dit dossier geen fouten zijn gemaakt. En nu zijn er 3 mensen dood. Hij wil voortaan een kort verlof uit de gevangenis koppelen aan het verplicht volgen van een opleiding of therapie. Waarom kun je die opleiding of therapie niet sowieso vervangen? Verplichte aan gevangenen? Het zijn gevangenen. Ze zitten vast. Ze gaan niet gaan lopen. Buiten als je ze penitentiair verlof geeft. Het is goed, Sjeefke. Mijn oordeel hierover is simpel. Penitentiair verlof is een heel slechte manier van om te gaan met gevangenen. Maar het is een heel goede manier om je begroting in evenwicht te krijgen. En deze week viel er wel meer te beleven met het Sjeefke, want donderdag stond in de krant dit te lezen. Straks raakt Chris Peters nog verkozen in India. Knak nam de sociale media van onze politieke partijen onder de loep. En wat bleek? Slechts 19.000 van de 36.000 likes voor de CD&V zijn afkomstig uit België. Ruim 10.000 likes komen uit India. De CD&V heeft, zoals dat wel gebeurt op het internet, een clickfarm ingeschakeld om meer likes te halen op hun Facebook. Hey doch! Tom Schietekat, communicatiedirecteur van de partij, benadrukt dat CD&V geen likes gekocht heeft. Op heterdaad betrapt worden en toch nog uw onschuld pleiten, het is een verdomde cheve-streek. Maar wie zijn wij om hierover te oordelen? Ons kanaalke heeft maar 300 kijkers. Maar we kennen wel een social media expert. CD&V is een partij van moslims en nu is het een partij van hindoes. En er zijn tienduizenden hindoes die zeggen like CD&V. Dat bewijst nog eens hoe dat al die zeven van liken en dat heel Facebook gedoe, hoe achterlijk achterhaald dat is. Maar dat past perfect bij de CD&V die ook een achterlijke achterhaalde partij is. Ik dank u. Werken er hier feitelijk nog andere mensen? Enfin, voor we doorgaan naar ons hoofdpunt, moeten we toch even vermelden dat de heer Theo Franke met een zekere regelmaat deze week in het nieuws verschenen is. Wij vatten het voor u samen. Staatssecretaris Theo Franke. Theo Franke die een discussie in gang zet. Theo Franke zei gisteren dit. Europa is een huis. Franke wil dus dat Europa een deal maakt met Tunesië. Staatssecretaris Franke. Christophe Calvo. En Tom
van Grieken komt. Theo Franke corrigeert zich nu. Dat zijn geen pushbacks, dat zijn ze naar hier halen. Nee, niet door elkaar, alsjeblieft. Theo is een enflammeur. Hij is een troll van de ergste soort. Hij zegt provocerende dingen om u uit uw kop te lokken. En vervolgens doet hij alsof dat jij hem fout begrepen hebt. En dat werkt, want hij is op tv gekomen. Maar laten we de trollen niet te veel voederen. En dan het nieuws, dat je waarschijnlijk niet op tv gezien hebt. Maar dinsdag kwam het laatste nieuws met deze kop op de proppen. Hallucinant. Ezeltje vastgebonden en verkracht op kinderboerderij. Het is niet Theo of een andere figuurlijke ezel. Het gaat over dit knappe ezeltje. Het gebeurde op zondag in Sint-Niklaas. Toen is een groep mensen over de omheining van het domein gekropen om de kinderboerderij te bereiken, waar ze zich hebben vergrepen aan een jonge ezel. Het is opmerkelijk dat dit in groep gebeurt. Cultureel gesproken is dit fenomeen beperkt tot eenzame boeren achter gesloten deuren. Het diertje bleek door mensen te zijn verkracht. Vermoedelijk waren ze met 4 of 5. Ik vind het ook opmerkelijk dat de daders helemaal niet geïdentificeerd kunnen worden. Men spreekt de hele tijd over mensen. De politie is het onderzoek gestart en HLN wist ons nog dit te melden. Op het provinciaal recreatiedomein volgen ze nauwgezet de toestand van het ezeltje op, in samenspraak met een dierenarts. Gelukkig maar. Maar waarom kwam dit niet op de VRT? Waarom die obscuriteit? En waarom is er geen rechtvaardigheid voor dit ezeltje? Getrekt uw conclusies zelf maar. En dan nu, in plaats van de mening van Tweet in Vlaanderen, zijn we deze week naar Instagram getrokken en hebben we dit gevonden. Hey, welkom! Sup! Nu over tot het live verslag van het openen van de First Vibrator. De First wat? Het is paars! En het is pretty! Dit banaal grietje vond het nodig om een livestream te maken over het uitpakken van haar eerste vibrator. Nu ben ik wel geïnteresseerd naar haar mening. Het is wel wat oldschool, vind ik. Zo met een draad en al? Ik vind dat wel zo wat oldschool. Denk jij dat alles tegenwoordig draadloos is? Je moet dat toch niet opladen? Ik heb net gezegd dat er een draad in zit. Ik vind kleurken wel schoon, dat wel. Dat is toch al iets. Dat kopje is echt letterlijk even groot als een helft van mijn gezicht. Dat is het letterlijk niet. Ik kon hem insteken, hè. Hola, waar gaat deze video naartoe? Dildo in de disco. Dildo in de disco. Thanks for watching. Ik weet niet goed naar wat ik heb gekeken, maar het is graag gedaan. Wat hebben we vandaag geleerd? 1. De chaven zijn niet heiliger dan de paus. 2. Hashtag MeToo geldt voor alle wezens. 3. Europa is een huis. Hartelijk dank om alweer te kijken naar een nieuwe aflevering van De Preek. Ik zie u graag een volgende keer terug. En ik laat u nog met dit. Het is toch toevallig dat dat weer tijdens de Ramadan gebeurt.